laten we gaan weer vooruitblikken op de Eredivisie. Speelronde 9 gaan we erbij pakken. Kijk, daar zijn alle wedstrijden op een rij van speelronde 9 van de Eredivisie. En dan weten we wel in Aas voorspelling wat we gaan doen. Alle uitslagen op een rijtje zetten. Dus we beginnen gewoon bovenaan. En zaterdag om 4:30 Sparta tegen Almere City uit. 2-0. 2-0 schrijven we op. Ik pak even een pennetje bij voordat we het vergeten. AZ tegen PSV. 1-3. 1-3, oké, duidelijk. RKC FC Twente. 0-2. En NEC tegen Heerenveen. 2-0. 2-0. Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. 2-2. En Willem 2 Fortuna Sittard. 2-0. 2-0. Wat zei ik alweer tegen Go Ahead Eagles Feyenoord, trouwens? Gelijkspel, 2-2. 2-2? Oh, en waarom? Want het is wel een opvallende uitslag. Nou, dan komen we het gewoon thuis, hè? Bijna niks verliest. Een zeer aanvallend speelt, goed in elkaar zet. Hele gevaarlijke tegenstander. Okay. Dus spelen heel goed. Dus kan, maar dan kan Feyenoord al het kampioenschap op de buik schrijven. Ja, dat kunnen ze sowieso wel. Kunnen ze sowieso. Ja, oké, dus dat, die hadden we afgeschreven. Dat weten ze zelf ook. Dat weten ze zelf ook. Ook. Maar misschien die tweede plek ook al wel, als het zo doorgaat. Maar goed. Dat weet ze niet. Ze zijn zich langzaam aan het herstellen. Ze hebben natuurlijk een goede overwinning geboekt in de Europa-beker bij Girona. En een mooie overwinning thuis tegen Twente. Nu is het een kwestie van die lijn doortrekken. Dus de Covet uit is een must-win. Maar dat zal moeilijk worden. Ja. Nou ja, wordt het lastig in ieder geval. Maar wat gaat de concurrentie doen? Heracles tegen Ajax? 2-2. Ook 2-2. Nou, dat heeft Feyenoord ten opzichte van Ajax in ieder geval geen averij opgelopen. Groningen tegen Utrecht? 1-3. 1-3. Kijk, Utrecht loopt verder weg. En PEC Zwolle tegen NAC? Dat 1-1. 1-1.